welkom kijkers van Online Kings van Achterkerk op terug bij de EK 2020 wedstrijd tussen Noord-Macedonië en Nederland. Nederland naar de laatste 16, dat is heel erg knap. Het is vandaag zaterdag 12 uur. Lekker een vroegere wedstrijd voor vandaag. En om 3 uur spelen we ook weer een wedstrijd. Om 6 uur en om 9 uur. Dus om 3 uur vanaf nu een wedstrijd. Maar we gaan het hebben over Noord-Macedonië en Nederland. Nederland officieel na de laatste 16. Het moet gewoon winnen. Dan heeft alles gewonnen. Nederland speelt in de uitgezonde Nederland speelt uit in Nederland. Dus dat is zo gewoon geloofd. Nederland won van Oostenrijk met 2-0, wat heel mooi was. Het volk zit heel helmes. Wonderful scenes here in the Dutch capital inside this terrific arena. One that does more than justice to the stature of the man whose name it bears. De versie van Noord-Macedonië hoeven we niet per se te horen. Nee. Als die van Nederland hoort, dat is het beste. Noord-Macedonië in de basis. Dat is niet zo belangrijk. Spelen ook met 5 man. Ik speel ook gewoon met 5 man. Ik ga exact de opstelling pakken wat als afgelopen donderdag tegen Oostenrijk. Ik heb 1 iemand veranderd bij Nederland. Ik heb niet Weghorst erin gezet, maar ik heb Donny Amalen erin gezet. Ook met 5. De Ligt Denzel ook heel goed in. Weer een goal gemaakt afgelopen donderdag. In 8 dagen tijd 3 wedstrijden. Maar Noord-Macedonië-Nederland is begonnen. Nederland is er. Is naar de laatste 16. Winden, dan moet het tegen de nummer 3 van Poel D, E of F. Als F, als de groep F uitkomt, als F de nummer 3 doorgaat, dan zal het Frankrijk, Portugal of Duitsland zijn. Ik denk eerder Portugal of Duitsland. Maar ja, gaat Nederland het dan halen? Ik ben bang van niet, maar je weet het maar nooit, hè? Maar Martin Stekelenburg naar De Roon. De Roon puts his foot on the gas. Is goed, is dat Denzel? Ja. Die man die is snel, hoor. What's the throw? Denzel Dumfries, Jorginho Wijnaldum, richting Frenkie de Jong. De Jong, die krijgen hem net niet goed mee hoor, naar Pandev. Die wat daar zo, ik weet niet precies hoe die was. Blind, die moet daar, die doet dat goed hoor, deed die Blind. De Jong, Memphis Depay. Memphis Depay. Memphis Depay, going full dat tilt down the left. Niet een hele long pass, but not the most accurate. Goede kans. Een slechte voorzet. Dat hij geen voorzet was, hè. Deli Blind. Van Arnold. Memphis. Ja, nu is die bal wel goed. En dus Donny Amalen die scoort. Donny Amalen. Doet het weer. Ja, hij doet het weer. Nu ziet hij hem er zelf in. Hij had even 2-0 kunnen maken tegen Oostenrijk af aan ploeggenoot Denzel Dumfries. Uiteraard zijn ze hier ook ploeggenoot. Maar in zijn eigen club zijn ze ook ploeggenoot. Spelen allebei bij PSV. Ook Donny Amal is nog altijd speler van PSV Eindhoven. En die scoort hier. En het staat dus 1-0 voor Nederland. Hier die schitterende voorzet. Naar Donny Amalen. The Netherlands take the early advantage. Het staat 1-0. Ball needed to be better there. It's a wasted chance. Memphis. Van Arnold. Stefan de Vrij.
Matthijs de Ligt, De Roon, richting Malen. Donja Malen. It gives you such a lift and it casts doubt in the minds of your opponents at the same time. And that pretty much sums up the difference in what we've seen. One team assured, the other a little unsure. Lint gets into the right position to intercept. And that's clear cut, it's a free kick. Yeah, that was een terechte vrije trap. Frankie de Jong naar Stephen de Vrij. Jorginho Wijnaldum. Dumfries. Nou, zet een goede voorzet, jongen. Pandev looks to get on the end of this. Ja, Nederland zou toch deze wedstrijd tegen Noord-Macedonië ook moeten winnen. Wijnaldum zit niet iets te hard. Daar loopt Frankie de Jong. Die komt niet aan bij Deli Blind. Ja, dan gaat hij zich een beetje aanstellen. And here's Pandev. Goes for it. En die is van Stekelenburg. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Jorginho Wijnaldum. De Vrij. And it's Memphis Depay. Depay haal uit, ja, waarom niet? Het is een 2-0 en wat een goal. Oh, my word, that is fantastic. Ja, dit is zeker fantastisch. Het is 2-0 via Memphis Depay. The goal they've been looking for. Wat een schitterende goal. Oh my goodness, that has ripped the rigging. Is it just me or did he make that look very, very easy? That was terrific skill. Flinke trap, geen kans voor de keeper. Hij draait mooi, prachtig in die hoek. Het is 2-0. En zo wordt misschien wel een shootout vanmiddag. The Netherlands have a couple of goals without reply. It's 2-0. That second goal has such a polarizing effect on prospective moods. I mean, one team are under more pressure now to get the next goal, and the other will fancy their chances of turning 2-3. Komt daar niet brushed off the ball there. Helemaal goed aan, maar wat maakt het nou weer uit? Good battle there. Terrific. Staat voor met 2-0. Je moet het gewoon niet weggeven. Tegen Oekraïne deden ze aan, maar gelukkig tegen Oostenrijk niet. Memphis Depay. And the counter is on. And here's Pandev. Ja, komt de counter aan. He's certainly caught him there. It's a free kick. Vrije trap. Ja. Dan is hij gemaakt door de Vrij, maar ik vind het van niet. Elmas. He's had a look. Now it's Pandev. En daar komt ook de goal niet aan van de aanvoerder van Noord-Macedonië. Pandev brilliantly took control of that, which was exactly what the situation. Dit was de grootste kans van Noord-Macedonië. Pandev. Stekelenburg richting Donja Malen. Alioski. Alioski plays it forward. And no, that is pretty much the end of that. Memphis kan daar niet helemaal door. De Vrij proves too strong there. Hoist it forward. Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum, Frankie de Jong. Memphis Depay. Memphis Depay. Prima voorzet aan. Dat was Donja Malen. Oh, he
op de derde. Drin. Eigenlijk had daar Denzel Dumfries moeten staan. Die had hem dan misschien erin gekopt. Blind. Tried to play it through. Yeah, I mean, I think he did well to spot the run. He just didn't get enough. Maar De Vrij mag door. De Vrij. Krijg hem. Wijnaldum jaagt hem op. Ook Donjamalen, die krijgt toch wel die bal nog. Blind, it seems a free kick for that. Is al genomen. Van Aanland, niks aan de hand hoor, echt niet. Memphis. Memphis Depay. Dat doet hij goed. Malen. Malen. Nee. Het was ook een kans hoor. Prima balletje. Als je dat goed wil doen, dan moet je het proberen met dit. Er was niet veel. And that is as far as they're going to go. Great strength, too strong for his opponent. Wijnaldum. Ja, dit is de controle. Who's going to get that? That's just very well played. Hij zit ook goed tussen. Ja, dat was toch wel. Gejaagd, gaat Donjamalen meer. Could move up a gear here. Malen. He gets past his man. Malen. Ah, de keeper. Balletje klopt. Wijnaldum. Dat had de derde kunnen zijn. Weer een goede kans. Die voorzet van Donjamalen. Ja, voorzet. Hij kwam zo. En dan gaat de keeper aan de tweede instantie ook nog. En dit kan de finale actie van de eerste helft. Frenkie de Jong. Dit is allemaal goed. Het is 3-0. Eindelijk is een keer een goede corner. En dat is Memphis de Pai met de tweede van de middag. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Well, just thinking back to the goal again. En volgens mij zat de keeper ook nog aan, hoor. You know it's destined, and that was struck with real purity. He's made it two, and no doubt he's hungry for more. Three without reply. This is becoming a stroll. Pandev gets into a dangerous position. En heeft Nederland er toen 8 goals gemaakt. Dan dus gaan we rusten. Bij een 3-0 voorsprong voor Nederland. Goed. Gaan we door met de helft 2 jongens hier. The Netherlands very much in control here. 3 up and cruising. Tweede helft. Nog een drie kwartier voetbal. Wat kan Nederland nog iets moois laten zien? En hoe ver gaat Nederland komen op dit toernooi? Gets it back. Defenders on the back foot. And they win it back again. Yeah, he was under pressure to get that exactly right. He couldn't even think of the consequences. It was instinctive. Dat is ook goed. En je kan de 4 daar aankomen hoor. En dat is het ook. Het is 4-0. Het is weer Donjamalen. Die er 4-0 van maakt. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front. And they really commit forward in numbers too. It was all very well drilled. Dus even kijken wie het was, maar het was inderdaad Donjamalen. En dan is het meteen weer raak. Goed gelopen hoor, hoppa.
Het is 4-0. The Netherlands totally rampant here. De Vrij cuts it out. Foot in. Nog een steekballetje. He's made sure that that won't get through. Alioski. And it's played for. Kom maar eruit gehaald. Maar toch komen ze weer. Dit leek mij gewoon op de bal. Elmas. En dan is het De Ligt die wegwerkt. Dumfries komt erom. Die komt niet aan bij Donny Malen. Wijnaldum. Kop alweer eruit gehaald. Loses his balance and loses the ball. What a good way to assert your authority for this second period. They were prepared to commit numbers forward into attacking positions. And the risk Malen was in there and he flacked over once. And that's why the Netherlands just served up a reminder of how good they could be on the break. Their method is clear. Hij gaat hem maar net echt vlak voor langs. De keeper raakt hem ook niet. De Vrij, die wil hem. Ja, toch heeft Nederland weer die bal. Wijnaldum. Wijnaldum geeft daar de balprijs, dat is een mindere actie. Matthijs De Ligt, De Roon. Links loopt Denzel Dumfries. 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 En ze waren dus weer kwijt. Demonstrating fabulous determination. He just will not be beaten. De Ligt comes out on top in a really physical duel. Ja, Nederland moet deze wedstrijd ook wel kunnen winnen. Het maakt niet uit wie. En dan gaat het pas echt beginnen. En dan gaat het gewoon drop of eronder. Dan is het alles of niets. Elmas tries to get it forward quickly. 25 minuten nog. En dan zit deze wedstrijd in ieder geval op. En dan weten we dat Nederland groepswinnaar is. Maar dat was denk ik wel een beetje te verwachten dat Nederland groepswinner was. Dat was ook de meeste wel voorspeld, had ik ook wel voorspeld. En dat is echt. Wijnaldum, kijk wat een ruimte heeft van Wijnaldum. Wat voor ruimte heeft Jorginho Wijnaldum! En die scoort voortreffelijk mooi. Well, surely that completes the demolition if it hadn't occurred already. Well, I think we've gone past humiliation now. This could be doing some real psychological damage. Wijnaldum mag nog altijd door, hè? Voortreffelijke goal. En dat is nummer 5. It's become a case of 20 minuten op de klok. Pandev desperate. En Nederland heeft er al 5 erin liggen. De Roon. Of zien we een 6e? Malen, is het een corner? Ja, het is een corner. Voor corner, Boek erin. En nu weer De Jong. En weer zit hij. En Partey gekopt hoor. En het is weer Wijnaldum, weer de 2. Memphis maakt er 2. Donny Malen maakt er 2. Jorginho Wijnaldum maakt er ook 2. En het is in totaal 6 voor Nederland, 0 voor Noord-Macedonië. En er staat 6-0.
no doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Forward it goes. He's pinged one through here. Daar komen ze met de goal. Nee, Stekelenburg. Wat een geweldige redding van Martin Stekelenburg. Yeah, just thinking about the goalkeeper again. He really had to be at his best, didn't he? He's through the middle. Memphis Depay. Now can he finish? Corner. It is a corner. Hey, twee corners zaten erin. Hoe zit het met deze? So now we're gonna get those changes. De Jong, is er niet iets te hard? Nee, oeh, hij gaat er overheen. Dat scheelde niet veel. Of het was nummertje 7. Het was Donny Amalen. Iets minder dan een kwartier nog. Stekelenburg. Geen problemen. De nummer 1 van Nederland. They're beginning to heap on the pressure because tot nu toe. They're trying to force it. Foul. Yes, the referee's given it. Trap. 10 minuten en we gaan de slotfase in. Elmas. Van Aanholt. En dan heb ik wel geen wissels gedaan, maar dat hoef ik ook niet. Hoist it forward. En dan zijn we er een beetje aan natuurlijk ingewend om met 5 man achterin te spelen. Ze geeft er wel wat, maar... Frankie de Jong heeft ook een ruimte om een uithaal te doen. Maar nu, Gert geeft het voorkomen, de zevende. I would say it was worth a try. Frankie de Jong. And it's played forward. Thijs de Ligt komt er ook aan, ja. He's through, now is he in? Die gaat hem pakken. Goes down, but nothing given. Frankie de Jong, oh, die komt net niet aan. Nu krijgt hij toch weer de bal. Alioski. Elmas. Forward it goes. Drie doelpunten in de eerste helft, drie doelpunten in de tweede helft. Dumfries. Dumfries is kapot. Work on the right flank. Now what's next? Wijnaldum. Virginia Wijnaldum, die is ook moe. Maar komt er toch nog een goal aan? That has sent him sprawling. 3 minuten blessuretijd. Dat was bijna de zevende. It's been intercepted and that will come to nothing. Is the guilty party there? Ja, hij knalde zelf eigenlijk er bovenop, hè? En dan gaat weer wat met theater, vind ik. Maar hoist it forward. Well played. He saw that coming. Alioski. Kom, krijgen we er nog een derde van iemand? Nee. Het eindigt hier in 6-0 voor Nederland. 2 keer Wijnaldum, 2 keer Donny Amalen en 2 keer Memphis Depay. 3 spelers die 2 goals hebben gemaakt. En het is uiteindelijk 0 voor Noord-Macedonië en 6 voor Nederland. Imposed their strength from start to finish. And this became as predictable as predicted. Well, that's it from us. Thanks very much, Jim. It's a very good day to you from both of us. Wij zien elkaar om 3 uur bij de wedstrijd Oekraïne-Oostenrijk. Of Oostenrijk-Oekraïne. Goed, hopelijk zijn jullie daar aan in ieder geval op de tekst. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken.
En dan zien we elkaar natuurlijk voor een keer terug. Achtste finale, daar zijn we al definitief bij. En we zullen het wel allemaal zien. Maar over 3 uur zijn we weer om 3 uur. Hopelijk zijn we er dan bij de volgende wedstrijd. Die allemaal van groep C. Dus kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot vanmiddag om 3 uur dan weer, jongens. Mazzel!